Dit is een uitwerking van opgave 40 van de voorbeeldtoets 2F van 2016. Wil je de opgave eerst zelf maken, zet dan de film stil om de opgave te maken en kijk daarna verder. De vraag is hoeveel miljoen euro deze woning kost. Je moet het afronden op 1 decimaal. Dit is de vraagprijs: Als we 1 miljoen schrijven. Dan hebben we 1,0 miljoen. De komma komt daar te staan. Bij 3.590.000 euro komt de komma dus tussen de 3 en de 5 te staan. We moeten dit afronden op 1 decimaal. Dus het antwoord wordt 3,6. Het tweede decimaal is namelijk een 9. De woning kost dus 3,6 miljoen.